Welkom bij deze tip-tutorial. In deze video leg ik je uit hoe je het tip-dashboard kunt gebruiken. Met het tip-dashboard kun je namelijk op een snelle, overzichtelijke en compacte manier jouw lopende campagnes bekijken door middel van zogeheten tegels. Hoe doe je dat? Als je op de tip-website komt, ga je boven in de menubalk naar Dashboard. Je ziet dat er op dit moment nog geen tegels zijn ingesteld. Voeg je tegel toe door op deze knop te klikken. Er verschijnt dan een pop-up waar je alles in kunt vullen. We beginnen met de campagnenaam. Deze kun je zelf geven aan de tegel. Dit is hoe je tegel heet en hoe je hem dus terugziet in je dashboard. In dit geval kies ik even voor test. Vervolgens selecteer je de campagnes die je terug wil zien in deze tegel. Dit kun je doen door deze aan te vinken in het drop-down menu. In verband met privacy hebben we ze in dit geval even geblurred. Je klikt de campagnes aan en degene die je gekozen hebt worden oranje en hebben een vinkje erachter. Deze kun je later dus ook weer uitklikken. Als je alle campagnes hebt geselecteerd kun je naar de volgende stap en dat is het selecteren van de doelgroep. Daarna klik je op volgende en in dit scherm kun je de commercial koppelen die bij de campagne hoort. Het kan zijn dat hier commercials verschijnen die niet bij deze campagnes horen. Deze hoef je dus ook niet te selecteren. Je klikt op Volgende, en daarna vraagt hij of je tevreden bent met de commercials die je geselecteerd hebt. Ben je dit niet, ga je naar vorige en pas je het aan. Ben je wel tevreden, dan klik je op Opslaan. Vervolgens gaat hij je tegel downloaden. Dit kan even duren door het groot aantal gegevens dat hij op moet halen. Je tegel is klaar, maar wat zie je hier nu allemaal? We beginnen met het aangevraagde budget. Dit is het budget dat voor de geselecteerde orders bij de exploitant is aangevraagd. In de taartdiagram zie je de verdeling per exploitant. Daarnaast zie je het geboekte budget. Dit is de waarde van de spots die op de geselecteerde orders zijn geboekt door de exploitanten. En ook hier geeft de taartdiagram de verdeling van het budget per exploitant aan. Dan zien we linksonder het GRP's totaal. Dit zijn het totaal aantal GRP's over de inkoopdoelgroepen ingekocht bij Ster, Talpa en of Ad Alliance. De namen van de ingekochte doelgroepen zie je onder in de tabel. Dan gaan we naar het aantal GRP's gerealiseerd, berekend op de doelgroep die je in de tegel hebt geselecteerd. Helemaal rechts in het scherm zien we de commercials, die je zelf in de tegel geselecteerd hebt. De commercial kun je ook als MP4 downloaden. Dit doe je door erop te klikken en vervolgens kun je hem hier downloaden. Daaronder zie je de eerstvolgende uitzendingen. De reden dat je deze nu niet ziet is omdat de periode al geweest is. Als je die hierboven aanpast en je maakt daar november van, dan gaat de tegel zich opnieuw laden met de nieuwe gegevens voor deze ingevoerde periode. Je ziet nu dat hier de eerstvolgende uitzendingen verschijnen. Tot slot zie je hieronder het totaal aantal spots en het aantal dat is ingekocht met de voorkeurspositie. In de tabel zie je de procentuele verdeling hiervan. Ook kun je in het dashboard je uitzendschema inzien door hier te klikken en het exporteren. Voor de ster is het ook mogelijk om je factuur te downloaden. Dit kan alleen als de periode is afgelopen. Daarom pas ik hier weer de periode aan. Naar eentje die geweest is, klik ik weer op Tonen. En dan zie je dat hier in de balk Download factuur verschijnt. Tot slot zie je onder in de tegel welke order je hebt geselecteerd. Deze kun je aanklikken en dan kom je in het scherm van de desbetreffende campagne. Je kunt dan alle details inzien. Voor meer uitgebreide informatie hierover kun je ons eerdere tutorial over campagnes bekijken. Deze zijn te vinden onder het menu Over. Je eerste tegel is nu klaar. Hierbovenin zie je een getalletje wat aangeeft het aantal orders dat je nog niet in een tegel hebt ingesteld. Door op het tandwieltje te klikken kun je een nieuwe tegel toevoegen of een bestaande tegel bewerken door op het pennetje te klikken. Ook kun je een tegel verwijderen door op het prullenbakje te klikken. Je kunt zoveel tegels toevoegen als je wilt. En je hoeft natuurlijk niet voor iedere campagne een tegel aan te maken. Wanneer je een groter aantal tegels hebt ingesteld, kun je voor het overzichtelijk houden van je dashboard de tegels inklappen. Dit doe je door het pijltje naast de titel van je tegel. Op deze manier klap je ze ook weer uit. Mocht je na het kijken van deze tutorial toch nog vragen hebben over het gebruik van het dashboard, dan heeft TIP ook een hulpfunctie. Deze vind je hier links onderin. Er worden al mogelijke vragen getoond die gerelateerd zijn aan de pagina waar je je bevindt. Maar het is ook mogelijk om zelf op trefwoorden te zoeken. Kom je er niet uit, dan kun je via de knop Contact contact met ons opnemen. Tot zover de uitleg over het Tip Dashboard. We wensen je heel veel succes en gebruiksgemak.